Yo, ja, welkom bij, ik waar moet kijken ook hier. Yo, welkom bij de kledingkast. Ik heb hier drie boys bij me die goed kunnen praten over waar we over gaan praten. Ik zal eens even voorstellen, die naast mij zit Onne, de man met de breedste lach in de grootste chaos. Een diehard sneuvelaar en een held van de nacht. What up? Daar zit Heyman, de meest spontane en supportive dude in mijn cirkel. Hij is een bundel van energie, yes. En hij is de enige echte skate daredevil. Yes sir. Heyman. En daar, last but not least, is de realste homie. De verlichte creatieve geest, topstudent aan Amfi Amsterdam, Hessel. Ja. Nou, welkom boys, welkom bij de kledingcast. Welkom, dankjewel. Dank u. Oh my god, so good to be here. Ja, het is wel een beetje raar of zo, hè? Dat we nu zijn we in één keer begonnen. Het concept is tot leven gekomen. We zijn nu. Wat moeten we nou gaan doen? Ja, we moeten gewoon gaan praten. Zullen we maar gewoon beginnen? Zal ik ook even het punt uitleggen, misschien van wat. Wat doen we hier eigenlijk? Ja, dus, waarom zit ik hier? Wie zijn wij? Ja, nee, het is gewoon het idee om een podcast op te zetten over streetwear, kleding, alles tussenin. En we noemen het gewoon de kledingkast. Dus ja, ik ga gewoon beginnen. Dus boys, eerste onderwerp, is streetwear dood? Dat is wel een hele goeie. Kijk, als ik kijk naar internet, als ik kijk naar Reddit, als ik kijk naar alle pages waar ik voorbij ga, dan zou ik zeggen, ja, online, er is niet heel veel goeds te vinden ofzo. Ook als ik naar sites kijk, als ik naar Mr. Porter kijk ofzo, whatever, niks komt er eigenlijk meer op binnen. Maar je bedoelt het maar... qua streetwear of gewoon qua, zeg maar, qua kleding en dingen streetwear, die je zelf dingen die je ziet, dingen die, ja, die gewoon langskomen. Maar wat streetwear dan? Oh, wat is streetwear? Oh, ja. Maar eerlijk, want is Supreme nog steeds streetwear? Ja, ik heb, zeg maar, of is het gewoon mainstream fashion? Maar kijk, ik heb zelf bij streetwear echt het idee dat het zeg maar meer om hypebeast shit gaat, snap je? Dus dat je echt, weet je, die beetje bummy skater-achtige stijl, dat is meer streetwear. En als je... Ja, maar dat was niet streetwear. Nee, maar dat is het nu een beetje geworden. Kijk, je hebt nu dan ook, zeg maar, waar wij laten over, die silent streetwear. Dat is gewoon meer dat je gewoon clean kleedt. Maar dat vind ik net wat anders. Dan heb je natuurlijk een beetje archive, high fashion shit en zo. Dat is ook wel, dat is dan wel weer wat anders voor mij dan streetwear. Daar heb ik het wel mee. Maar ik zou het niet zien als een totaalplaatje van streetwear. Want streetwear is ook gewoon kiddo's die skaten. Of kiddo's die niet veel money hadden. Surfen of zo. Surfen. Dat je gewoon je eigen kleding droeg en los van wat in de mainstream stond. Dus ik ga niet zeggen dat fucking... Klopt. Ja, maar streetwear is nu juist mainstream. Klopt. Dus is het daarom dan... Omdat het uit de mainstream komt nu, is het dan juist dood? Of snap je? Ik denk dat het juist... Vroeger zat gewoon streetwear in het algemeen. Zat gewoon heel erg in een bubbel, weet je wel. En die bubbel, daar probeerden ze heel erg heel lang in te blijven. En die bubbel is gebarsten. En die komt gewoon iedereen, die komt er gewoon binnen. En iedereen draagt Supreme en... fucking mensen die totaal er niks mee hebben. Ja, maar dan zou ik wel zeggen dat streetwear dood is. Voor mij dan. Voor mij ook, man. Maar ik wil er even op inhaken. Wat je nu ook ziet is... ja, het is echt een super cheesy voorbeeld, maar... Virgil zit bij Louis Vuitton. Ja, fuck, hij... weet je, dat is... Vaga. Ja, Vaga. Virgil kopieert alles, maar... Ik schrijf hem even op. De guy van Alix naar Givenchy. Dat is ook wel een goeie. Nou, kunnen we, gaan we zo even over praten, lieve kijkers. Stay tuned. Ja, maar kijk, het is dus, streetwear wordt nu genormaliseerd, snap je? Eerst had je bijvoorbeeld denim, ja? Denim was, zeg maar, workwear. En dat is ook, zeg maar, nu normale cultuur. En dat is dus ook opgepakt door high fashion huizen en zo. En nu heb je de streetwear. En streetwear wordt dus ook opgepakt door high fashion dingen, weet je wel? Want absoluut, gewoon, ja. Dat gebeurt dus nu ook. Dus, maar voor mij pakt, zeg maar... wat Virgil maakt bij Off-White of bij Louis Vuitton, als we naar het voorbeeld gaan, dan is dat niet streetwear gevoel of roept het niet bij mij op of zo. Nee, het roept niet dezelfde feeling. Nee, maar er wordt dus wel dingen gepakt van streetwear en luxe gemaakt, weet je wel? Dus het punt is dat... dan is het gewoon commercieel. Ja, precies, maar dat, dan wordt het niet commercialized. Maar dat is eigenlijk... en dan kan je ook nog zeggen dat dat met je culture vulture gedrag is. Want dan pak je eigenlijk iets wat eigenlijk van een bepaalde subcultuur is en dan... geef je die mensen terug, of en andere mensen ook, en dan alleen voor veel meer geld. Ja. Je flipt het. Je flipt het, man. Je flipt het. Ja, maar flip is niet per se slecht, maar... Het is goede business dan. Inderdaad, goede business, maar... Dan heeft dus business side een beetje het
het cultuuraspect van streetwear eruit gehaald. Maar dat is toch fucked up? Dat gebeurt toch met alles? Dat gebeurt met alles, man. Gaat alles om geld. Ja, maar dat is gewoon de levensduur van een trend, man. Een trend is eerst underground en dan komt het op. Ja. En dan heeft iedereen het en dan is die maar nice. Het gaat wel minderen, though, denk ik. Hoe bedoel je minderen? Nou, net zoals over die niche brands, en dat zie je nu ook wel heel veel, dat gewoon brands meer voor een niche audience gaan die gewoon heel gedediceerd is. In plaats dat is van wel waar, man. Dat gekke veel, ja, bepaalde merken, maar die doen het daar dan ook voor. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar, weet ik veel, Beams of zo, ja. Of Waytabs. En Neighborhood is toch een heel groot voorbeeld, wat niet widespread is, maar het heeft wel gewoon een groot core audience. Ja. Maar ik denk dat zulke merken zoals Double Tap, dat zijn ook weer allemaal gewoon Japanse merken. Dat is ook wel. Ja, weer... man. Maar dat is wel meer Japan if you know, you know. Voor. Precies, Japan loopt, Japan loopt echt, sowieso Japan voor. Is crazy. Zou je ook even beschrijven, boys? Maar ik denk ook wel dat het gewoon naar Europa gaat. Want je ziet het nu bijvoorbeeld op Instagram. Je ziet het al een paar jaar dat heel erg naar voren is. Gaan dat gewoon individuen gaan gewoon shit maken wat ze nice vinden. Ja. Bijvoorbeeld, weet ik veel. Denim jackets of gewoon heel veel vintage sportswear bij elkaar gooien en heb je een nieuw item. Ja, true. Gewoon, zeg maar, aesthetics combineren. Precies. Dat maakt zeg maar heel veel nieuwe ideologieën. En natuurlijk gaan er wel grotere cultures in zitten, zeg maar. Of niches die veel groter zijn. Maar ik denk niet dat het dat we wel minder van dat soort trends gaan zien. Want nu ook al, trends zijn vet wazig, eigenlijk. Ja. Zie je dat? Ja, ik vind trends niet per se wazig. Noem dan eens een voorbeeld van een wazige trend. Wazige trend. Ja, gewoon... Ja, je mag niet schelden, hè? Oh, ja. Maar we bliepen het uit. We bliepen het uit. Ik weet niet. Ik zou nu niet kunnen oproepen wat één, zeg maar, wat nu de trend is. Ik weet niet. Nou, mijn idee is gewoon de trend nu. Als je gewoon kijkt naar gewoon streetwear in het algemeen. Chunky shoes... crop pants. Ja, maar ook, als ik daar even wat mag aan toe mag voegen, is vintage shit. Zeg vintage maar. En niet per se t-shirts en zo, maar dat je patta's ook vintage eruit zien, weet je wel? Ja, met die Union. Golden Goose. Ja, precies. Golden Goose. Zijn begonnen ermee inderdaad. Maar kijk, dat is wel, bijvoorbeeld Gucci en zo, die hebben ook zo'n Ace trainer die dan weer gebied en dan kan je een gebied kopen. Ja, ja, dat ja, is wel weer een voorbeeld van teruggeven wat eigenlijk al uit subcultuur komt. Maar goed. Kijk, dat hebben ze een trend geprobeerd te maken en dat lukt nu niet echt, maar wat je nu hebt is dus die Union LA Jordans, die kwamen ook met sail laces, weet je wel, een beetje gebleekte-achtige type beat, weet je wel. Ja, dus, en dat wordt nu ook een beetje een ding. Dus ik denk, en dan, waar we dan weer op terugkomen, is zeg maar het cyclisme van fashion. Dus eigenlijk pak je altijd iets ouds en dan wordt het weer nieuw gemaakt en dan heeft het weer een herleving. Want chunky shoes was ook al een ding. En dan heb je weer dat baggy silhouette erin is en dan heb je weer skinny silhouette, weet je wel? Ik heb het gevoel dat het echt zo'n grote mix is dat ik niet zou kunnen zeggen, oké, dat is echt de trend van dit moment of zo. Ja, maar als we dan kijken naar trends vanuit Nederland, als je bijvoorbeeld kijkt naar de mainstream shit, zoals dat Daily Paper in één keer een heel ding werd. Het was al een ding natuurlijk, maar het is ook hier naar Groningen toe getrokken. Het is wel ineens heel hard geëxplodeerd. Ja, het is heel hard geëxplodeerd. Dat is wel crazy, maar dat komt ook omdat het wel redelijk... Maar dat willen ze ook. Dat willen ze ook, dat is terecht. Ik bedoel, het blijft een merk, je moet gewoon geld verdienen. Ja, het is ook wel dat het een toch een bepaald type... Het trekt een bepaalde soort mensen aan en dan verliest het dus... Zijn kracht ook zeker. Absoluut. Daily Paper is al een goed voorbeeld van een merk wat zijn kracht verliest. Vind ik wel, omdat het gewoon door heel veel mensen die... Bro, ik zag de helft van mensen die het dragen weten niet eens wat Daily Paper. Vandaag liep ik door de winkelstraat hier, zeg maar. En ik zag een guy, en dat is gewoon de standaard guy die je ziet met zijn vrouw. Geen haar meer, alleen een paar grijze spotjes, zeg maar. Ja. Spijkerbroek, bruine schoenen, bruine bergschoenen. Maar hij had wel een Daily Paper jas aan. Ja, toch? Dat precies inderdaad. Dan heb je gewoon... Daily Paper heeft naar mijn idee hele vette pieces. Sowieso, ja zijn man. Zijn echt sicke shit. Goeie basics. Maar dat kopen mensen. Mensen kopen gewoon die trui met die fucking... Met dat logo aan de zijkant. Ja, die Captain met dat logo aan de zijkant, dat chill, maar dat wordt niet trui, hoor. Ja, oké, nou ik ga hier even op inhaken. Dus gaan we nu even een beetje door naar het volgende ding. Wij hadden het zeg maar over stijl in het algemeen. Over het algemeen gehad. Nu wil ik graag praten over
online stijl? Dus hoe zie jij zeg maar stijl op Instagram, op Facebook en op Reddit bijvoorbeeld en andere platforms? Ja. Mag ik ook wel even beginnen? Fuck aan met Reddit streetwear. Nee, ik weet nog wel dat ik toen ik net begon gewoon die Reddit scene en zo, voordat wij elkaar... Maar eerst was die Reddit scene gewoon hard, bro. Dat was pop in, ouwe. Maar toen had die gewoon r/streetwear, denk ik, 40.000 leden. Ja. Het heeft nu echt bijna een halve miljoen of zo. Ja, man. Dat ja, is toch heel crazy. Gek. En toen, vroeger was er gewoon wel gewoon toffe shit die je niet had gezien. En nu is letterlijk elke fucking post hetzelfde of het is een chick met weinig kleren aan. Ja. Maar daar ja, kwam ik dus af en toe harde fits. Ja, af en toe. Ja, het is wel zelf, maar die harde fits die komen nooit zeg maar bovenaan. Nee. Die moet je wel opzoeken. Zeg ja, maar. Dat is ook echt niet. Ja, ik heb het idee dat die mensen op die Reddit dat niet willen zien. Die hebben gewoon een heel bepaald beeld. Heel ja, maar ik denk dus ook dat ze. Gewoon zeg maar, ze willen het, ja, maar ze willen het relatable hebben. Dus dat iets zeg maar wat toegankelijk is voor hun. En dat is eigenlijk een beetje het ding met fashion. Dat je zeg maar je kan onderscheiden met dingen die jij hebt die anderen niet hebben. Dus ja, een filosofie dan, lijkt me. Mm-hmm. En ze willen gewoon zeg maar shit zien die, ja, die hun aandacht trekt zeg maar. Ja. Als het dan op Reddit komt het ook makkelijker op een groot publiek. Ja, als je dan een gekke Rick Fit popt, dan denk je oké. Okay. Maar als je gewoon een chick bent... fuck is dit? Ja, dan gaat het een stuk makkelijker. Ja, precies. Ja, ja maar dat bedoelde ik dus ook in het begin. Van als ik kijk naar online, als ik kijk naar dat soort streetwear tussen r/r, streetwear, okay. Dan gaat het voor mij een beetje de foute kant op. Ja. Maar dat is ook een heel groot verschil in die mensen die nu posten en die mensen, of tenminste een beetje onderscheid. Zeker. Tussen de meeste mensen zijn ook op weg. Maar wat zoiets, ja. zo'n platform als Reddit, wat dat ook heel erg creëert, is gewoon zo'n zieke hive mind van mensen. Ja, die gewoon. Maar dat heb je ook op Instagram en Facebook. Instagram, heb je dat net zo, denk ik. Al die Instagram groepen en zo, dat terug ook. Letterlijk elke Instagram fashion pagina is toch fucking is precies hetzelfde. Het is gewoon hetzelfde. Ja, nou, ik vind vooral als je zeg maar, je hebt dan bijvoorbeeld. Een pagina, gewoon bijvoorbeeld minimalistic fits-achtige shit. Ik weet niet, ik kan niet precies voorbeelden, maar dat is allemaal hetzelfde. Dus, en dan heb je natuurlijk ook techwear, maar toch lijkt al die shit wel een beetje lijkt op elkaar. Maar het is nice. Ja, maar door die hive mind van social media is het moeilijker om zeg maar een nieuwe stijl te creëren, vind ik. Omdat dan val je daar niet binnen en dan krijg je daar geen resultaat. Maar als jij iets post wat lijkt op iets wat er al is, dan dat vinden mensen veel chiller. Denk zeker, ik. Wat dat, dat is eigenlijk wel een beetje fire. En ja, daarom kijk je gewoon naar de mensen op straat. Ja, tuurlijk, logisch. Mensen maar op straat, denk, best fit. Misschien heb jij dan nog niet zo dat je echt die inspiratie online haalt. Maar ik had het wel. Kleding. Ja, precies. Ja, maar, vroeger. Maar ik heb dat nu nog steeds wel een beetje, zeg maar. Dat ik echt een beetje zit te zoeken van, oké, dit is dope. Hoe kan ik dat incorporeren in mijn fits en zo, weet je wel. En dan is het gewoon heel jammer als het gewoon allemaal één blob is van hetzelfde. Ja. Want dat is dan precies wat jij niet wil. Ja, precies. Maar dan Facebook, Instagram? Gewoon archival Instagram pages. Altijd goeie. Ja. Maar ik vind zelf ook dat je niet per se naar piece moet kijken, maar gewoon naar silhouet. Ja. Dat is en dat je gewoon alles kan rocken als je gewoon je silhouet een beetje kent. Mm-hmm. Wat je dat chill vindt. Ja, dat zeker. Gewoon wat bij jouw frame past. Of zo. Ja, maar want dat is ook natuurlijk de key. Want soms zie je ook wel... Ja, van de fit van mensen, dat ze helemaal hun eigen proporties gewoon helemaal verkeerd hebben, zeg maar. Ja, dat ziet er dan heel grappig uit, maar dat is eigenlijk gewoon jammer voor die persoon. Want kleden is, zeg maar, weten wat je lichaam is. Kijk, als je heel skinny bent is cool, als je dikker bent is cool. Maar je moet gewoon weten hoe je ermee kan werken, denk ik. Nou vind ik baggy fits op een skinny person zo hard. Maar baggy fits op een niet skinny person is ook hard. Is ook hard. Hangt vanaf hangt gewoon af hoe. En het hangt ook natuurlijk ook af van de kleding. Maar uiteindelijk moet je gewoon. Zo, je moet daar toch gewoon zelf staan, gewoon een beetje confidence hebben. Ja, maar dat is natuurlijk ook, je moet wel. Maar als jij daar staat en denkt van ja, mijn fit is gewoon. Ik ben daar. Ja, man. Dan ben je toch gewoon. Dan vind ik het voor mij. Maar je moet confident zijn. Over nadenkt. Nee, precies. Ja, ik besta. Inderdaad, je moet confident zijn in je fit, maar je fit moet je ook confidence geven, dan denk ik. Absoluut, absoluut. Ja, het moet elkaar boosten, toch? Mental shit. Major big brain. Major key. Volgende onderwerp, boys. Wat vinden jullie van raps? Fakes? Namaak? Namaak. Een mooie namaak is hard, man. Shout-out naar mijn schoenen. Ze zijn ook gewoon exposed! Exposed! Ja, nee, wat boeien, gast. Maar waarom draag je dan raps? In plaats van de real deal. Omdat je voor een patta die normaal 110 euro kost. In één keer. In één keer 8 barkje voor moet betalen. Ja, maar dat is live.
Ja, dat is wel live. Dat is wel live. Maar dan is het. Ga verder. Nee, daarom haal ik dit. Want het is gewoon, ja, je gaat toch niet 8 barken voor een schoen betalen die gewoon. Het is precies hetzelfde. Dit komt ook uit China. Die schoen van Nike komt ook gewoon uit China. Maar dan staat Virgil's naam erbij. Omdat, ja, dan is het in één keer €800 waard. Gewoon puur om die naamsbekendheid. Dat vind ik niks. Ik vind gewoon het idee en het concept achter deze schoenen vind ik gewoon hard. Dat het gewoon zo'n industriële, nog niet afgeschoenen, dat zeg maar een soort blueprint is. Deconstructed. Voor mij killt het gewoon het hele idee. Het killt wel de exclusiviteit. Maar dat niet eens. Het killt gewoon het hele idee van, ik heb dit gewoon, wat moeilijk is om te hebben. Man. En ik heb er rond €10 voor betaald in plaats van 8 bar. Hey, kijk, dat dacht ik van als je het hebt over fakes, right? Ik had het meer over marktkleding. Als je gewoon echt marktkleding. Dat een replica. Kijk, dat vind ik echt fat. Ja, bootleg is hard. Hey, maar dat is een hele andere conversatie. Ik dacht dat meer zoals je dat. Dat was mijn visie. Ja, kijk, ik vind het zelf met rap, zeg maar, ik kan het begrijpen. Want soms wil je gewoon iets super graag. En het is niet jouw schuld dat het niet beschikbaar is gemaakt. Weet je wel, dat is het gewoon niet jouw schuld. Dus als je het wilt doen, is het cool. Maar ik vind persoonlijk dat je dan, zeg maar, je knight the creator. Kijk, nu is de creator Virgil, dus dan is het wel een klein ander verhaal. Maar in principe je knight the creator. Zeg maar, als iemand een rap zou halen van iets wat ik bijvoorbeeld van deze schoen. Ja. Nee, dat zou ik dan wel een beetje jammer vinden, weet je wel? Ja, oké. Okay. Zo ben ik dan ook weer. Want het ding is ook nog dat als je iets ziet en je vindt iets dope, dan weet je wel, dan heb je een soort van die respect. Maar als het dan nep is, dan heb je net een keer. Liep ik op school. En er was dus een guy en die liep zeg maar techwear-achtige fit. Toen dacht ik, oh shit, wat zie ik? Ik zie dat nooit, weet je wel. Dus ik ga met die guy praten. En ik denk van, nice, ik was hyped. En hij zegt van, ja man, het is allemaal fake. En toen dacht ik wel van, waarom ben je zo? Weet je wel? Zijn hele fit gewoon top dat tegenover fake. En dan denk ik wel van, ja, weet je wel, dat is wel jammer. Kijk, als je het mixt met gewoon legitimate shit, oké, kan ik het nog begrijpen. Maar als je gewoon helemaal fake gaat, van die boys die gewoon 8K. Ja, nee, maar dat is het ook. Also, maar kijk, deze trui, dit shirt en deze broek, dat is dan in principe, dat is dan wel real. En ja, maar ja, kijk, wat ook gewoon vooral de doorslag geeft. Het scheelt ook gewoon een beetje. Altijd stil, hè? Ik ben net 2 dagen in Amsterdam geweest, toch? Ik heb voor helemaal leeggetrokken. Die mannen weten helemaal niet wat er is gebeurd. Maar dit is ook gewoon, dit is een hype. Over 2 jaar vind ik het echt niet meer hard. En dan vind ik het waarschijnlijk. Dan vind ik het jammer dat ik er dan €800 zou voor heb uit moeten geven. Maar dan kan je ze zelf toch? Hey, true. Ja, dat is waar. Ja, ik vind het ook helemaal niet erg. Maar als er bijvoorbeeld iemand binnen zou komen lopen met fake Prada, dan is het een heel andere visie. Ja, het is ook de reden waarom, denk ik, als je rap hebt en draagt. Dat ben ik true. Mening. Ja, want zulke. Alle boys dragen fake Prada. Boys dragen fake Prada. Maar je hebt bijvoorbeeld van die tijdloze dingen en dat. Maar zou je van een tijdloos iets een rap halen? Nee. Okay. Nee, dat vind ik ook bijvoorbeeld. Ik heb net die Saint Laurent Blues. Die vind ik in principe vind ik dat gewoon een timeless piece. Daar ga ik dan niet. Dit was gewoon iets dat ik gewoon voor mijn leven lang. Voor mijn leven lang is ook wel weer heel lang. Maar gewoon voor een goede tijd toch? Of zoiets als een horloge of whatever. Of een riem, whatever. Daar ga ik niet veel van kopen of zo. Dat wil ik wel gewoon een goed iets hebben. Dat gewoon. Ja, I don't know. Hoort erbij. Precies. Hoort bij die fit. Hey, precies. Dan moet je daarom, het hebben. Daarom. Ja. En ja, ik heb thuis ook gewoon een paar wel gewoon echte off-white staan, die dunks. En dat. Ja. Ain't no difference, man. It ain't no difference. Ik ga heel eerlijk zijn. Fake babe. Nee, dat gaat me wel een beetje te ver. Maar het is ook wat ook wel fat is, als je gewoon een super, super slechte fake gewoon in het public ziet, weet je wel. Bijvoorbeeld, ik had een keer die Supreme pullover en dan met die Amerikaanse vlag, weet je wel. Mm-hmm. In de reel is die opgeborduurd. Ja. Maar soms zie je gewoon, ik zie gewoon gasten, hebben gewoon die vlag gewoon geprint, weet je wel. Dan denk ik van, fuck, waar ben je mee bezig, weet je wel. Maar ik vind zeg maar expres echt, of gewoon echt hele neppe fake Supreme, vind ik wel fat. Ja, man. Dat vind ik gewoon leuk om te zien. Dan moet je ook gewoon even lachen. Ja, behalve, wel om dit te dragen. Behalve als het gewoon zo'n wack shirt is. Gewoon een wit shirt dan. En dan met zo'n boxlogo die normaal op een hoodie zit, zeg maar, op dat shirt, weet je wel. Yeah. Zo'n geborduurde, in plaats van print, geborduurde shit op zo'n shirt, dan denk ik wel. En dan het logo helemaal schuin en de E helemaal daar, weet je wel. Ja, dat is dan wel. Ja, ik had het, toen echt het begin daarvan begon toen ik eens een keer over de markt in liep. Ik was 12 jaar, denk ik. En ik kwam bij een standje aan, er was een jongen die verkocht wat kleding. Die had zo'n Filipijn, zo'n shirtje. En die had een Anthony Morato broek. Maar ik was 12 toch, en ik begon net een beetje aan die shit.
te leren. Dus ik hoorde die naam en ik dacht, oh shit, dat is best wel heftig. Dat is een naam. Dus voor 35 euro had ik op de tas ik die shit kopen. En wow, ik rock het naar school. En er waren altijd een paar van die guys, weet je wel, van die Gucci-jachtjes en al die shit. Dus ik loop er aan toe en dan beginnen me een beetje aan te praten. Oh, en toen had ik ook door van, volgens mij is deze shit fake, maar ik had helemaal niet door. Maar dat was niet een, was niet een goed idee. En toen had ik hem een keertje in de was gedaan, dat shirtje. En toen begon ik gewoon helemaal te bladeren, weet je wel. Dat was wel jammer. Maar eerste ervaring met fake shit. Oké, man. Ja, nou, over ervaringen gesproken ga ik weer lekker weer door inhaken. Gaat het nu goed? Met? Nou, deze ervaring met fakes. Ja, ik heb wel door wat is. Ja, oké. Okay. Ja. Je moet leren, niet emotional scarred. Nee, valt wel mee. Nee, valt wel mee. Ik ben wel... Oké, dat is mijn back. Volgende ding. Hoe is je stijl ontwikkeld? Kunnen we gewoon allemaal even over vertellen, denk ik. Kun jij wel weer beginnen, omdat je net over die nep Filipijnen hebt gepraat? Ja, het begon echt gewoon met skatevideo's kijken. En daar heeft het eigenlijk eerst een beetje vanuit ontwikkeld. Toen begon ik veel meer. Ik was eerst een heavy metal fan, dus ik begon altijd met die skinny jeans en met die fans. Dat was mijn, toen was ik 10 of zo, weet je wel. Dus die shit had ik allemaal gehad. En toen kwam ik naar de middelbare school, toen kwam ik in een beetje in een legerstijl of zo, ik weet niet. Ik begon altijd met alles met printjes te dragen. En toen begon ik wat meer te doen met Instagram, een beetje volgers te krijgen. En toen begon ik wat meer, hoe moet ik het noemen, op mezelf en te ontwikkelen en ja, te kijken. En toen had ik mijn eerste piece, was een heel leuk, een Off-White ring. Die weet ik nog. Sinds toen is het opgebouwd en begon ik meer naar andere dingen te kijken en toen begon mijn refs erbij te komen. En nu ben ik weer een beetje terug naar baggy shit, man. Gewoon Levi 501's en een paar skateschoentjes die je allemaal af kan trappen eronder. En I don't really fucking care anymore. Blijft de classic. Ja, het is gewoon classic en het zit gewoon lekker en gewoon gefocust. Ja, zo jij bent wel een beetje op hetzelfde nu, toch? Ja, nu geef ik vrij weinig meer om wat ik koop als het gewoon nice zit. Ja. En het past gewoon bij wat ik normaal ook gewoon zou dragen. Dan is het wel nice. Gewoon eerder om wat een beetje in mijn sfeer past. En wat deed je eerder dan? Hoe was je begonnen? Ah, ik weet niet. Toen ik voor het eerst echt met kleding bezig was. De eerste keer toen was het gewoon mijn band t-shirts van mijn 5 favorite bands. Weet je wel. Was van Iron Maiden, Metallica. Had ik gewoon... Eerste klas kan ik mijn Green Day shirt aanzetten. Fucking yeah. 3 keer XL, kankergroot. Bleep it out. kinderen waarderen niet zo als ze het niet snappen. Zeker niet in Friesland. Dus toen werd ik gewoon Adidas trainingspak met fucking white shoes. Dat is gewoon Run DMC of zo, maar dan white boy. White Run DMC. High tops of... High tops, ja. Ik had vroeger ook gewoon collectie Nieuw Era petten altijd. Ja, 100. Die had ik ook, man. Best veel van mijn neef gekregen. Maar had je dan snapbacks of fitteds? Fitted. Ja. Dat is een real shit, man. Fitted. Van Red Sox en NY. Ik had heel veel New York Yankees Atlanta en nog een paar. Oh, goeie, maar allemaal weer weg. En toen was het eigenlijk gewoon weer naar heel veel vintage en ook vrij weinig fuck geven hoe ik eruit zag. Toen kon ik een beetje streetwear, dus met Supreme wel heel nice, maar ik vond Supreme wel nice. Maar dan voornamelijk de band en shit, dus ik heb die en Noriega, dat is wel nice, en Black Sabbath. Daar ben ik ook wel blij mee, enige Supreme piece, zoals chill. Die Black Sabbath collab, die was sick inderdaad. Dat is wel een goeie inderdaad. Dat is vet. Bracht me weer terug bij de band t-shirts, dat is ook nice. En nu ben ik echt gewoon op die vintage tees ook wel, en vooral baggy, chillen. De vintage wave. Wel een beetje opa vibe, dat voel ik wel. Ja, opa vibe. Show de patta even, show de patta. Oh ja, de fucking sloffen, jongen. De sloffen, ja, lekker, comfortabel. Right. Oké, okay, Helden. Ja, ik begon gewoon vroeger, ik begon gewoon als little kiddo, begon ik gewoon met skaten. En toen had ik ook gewoon die typische skatenstijl, gewoon baggy jeans, een of andere shirt met een printer op, die bij de skate store, bij Stigmatic. Zo so classic, de classic. Okay. Deze ken ik niet, man. Niet classic. Jonas. Ja, sorry, man. Maar ja, dat... Zij verkocht ook Supreme. Zij hebben Supreme verkocht. Hard. Ja. In ieder geval, toen vond ik dat heel vet. En toen kwam ik op de middelbare school. Toen ging ik een beetje stoppen met skaten. En toen merkte ik toch wel dat je ook gewoon die invloeden van de mensen van de middelbare school een beetje begint te merken. En op mijn school was het heel erg...
dat die hoe noem je dat, die casual, die casual vibe, dat Stone Island, Zeppelin, dat soort shit. Dus toen ging ik dat allemaal dragen, een beetje meer gewoon van die fitted shit. En toen kwam mijn streetwear gedeelte en daar zit ik nog steeds in vast. Ik zit nog steeds in de streetwear. Breek uit, bro. Ik zit nog steeds in de streetwear. Breek die bubbel. Ja, en dan ik merk gewoon nu dat ik heel erg into oversized gewoon. Gaan oversized shirts truien en dan wel gewoon een goede skinny broek met een beetje toch wel een beetje een vintage wash erop. Dat vind ik wel iets nicer. En dan toch wel die broek ook hoog. Hoge broek, okay. Dat vind ik gewoon hard. Het is wel gewoon, ik zat net te zeiken over gewoon het classic streetwear Reddit plaatje. Dat is wel ik ben het gewoon. Zo met haar komt erbij alles. Ik kan er niks over zeggen, ja, ik mag helemaal niet haten. Ik ben een fucking, ik ben een hypocriet en helemaal prima. Ja. En dat is gewoon hoe het is geëvolved en ik zie wel hoe het over 2 jaar is. Ik vind, voor nu vind ik dit hard en wat ik over 2 jaar hard vind, dat vind ik dan hard. Ja, sowieso. En dat, ik ga gewoon met mijn eigen stijl mee en ik laat me niet echt beïnvloeden door Reddit of zo. Zeg maar zo erg in principe, vind ik dan. Want het is toch dat ik er toch altijd wel iets van mijn eigen twist aan probeer te geven. Dat moet altijd blijven. Ja. Qua accessoires of hoe dan ook, of wat dan ook. Ja, ik ben zelf ook een beetje begonnen met die streetwear shit, zeg maar. Gewoon met Supreme en Palace en zo. En toen is dat langzaam een beetje... Toen ben ik naar Y3 gegaan, zeg maar. En toen kwam die... Y3 inderdaad. Ja, Y3 maar ook was, door Reddit. Ja, dat is wel weer door Reddit inderdaad. Door die casa's en zo. Ja. Maar goed, dus toen Y3 en toen ook Rick. Het was zelfs eerst Rick en toen Y3. Mm-hmm, mm-hmm. Maar weet je, en toen ben ik gewoon die hele richting ingegaan. En ik vind gewoon... wat ik zelf het sickste vind, is dat je gewoon van die superzieke pieces hebt... waar jij eigenlijk zelf alleen de betekenis van kent. En dat is ook helemaal niet erg dat andere mensen dat niet snappen of zo. Dat boeit allemaal niet. Het is gewoon dat je zelf echt vindt van... joh, dit is nice, dit is wat ik wil, dit ben ik, zeg maar. En dan, daar voel ik me gewoon meest comfy in. Ja. Ik vind die shit die zij vanuit Noord-Europa nu eruit gooien, vind ik ook super vet. Ja, gewoon die minimalistische shit. Ja, klopt. Ja, beetje Scandinavian type. Heb ik zo. Ja, man. Goeie Jacka van Hendrik Vipskov. Ja, man. Maar dan moet ik wel zeggen dat ik mezelf dan ook wel met de merken die ik draag, zoals ik draag, wel redelijk wat Supreme. En ik vind dat toch wel gewoon gewoon keihard. Want het is gewoon. Supreme is ook wel nice. Ja, ik identificeer me daar ook wel, er wel mee. En, Oké. Ik identificeer me door mij. Het is gewoon een beetje die skate-stijl die een beetje rebelse-achtig. Toch ook wel die punk-invloeden. En dat zijn ook wel de muziekdingen-achtige die ik luister en zo. Dus dat vind ik wel gewoon bij mij passen dan ook. Ja, maar dat natuurlijk is gewoon stijl absoluut. Algemeen uit een counterculture movement een beetje gekomen. En het is nog steeds wel nice om te counteren, zeg maar. Tegen iets te zijn, soort van. Mm-hmm. Ja. We hebben het net gehad over hoe je stijl is ontwikkeld. Dus dan wil ik eigenlijk nu doorgaan naar... style versus comfort. Dus zou je een oncomfortabele piece dragen als hij heel hard is? Of ja, hoe kijk je er tegenaan? Gooi ik hem weer even terug. Schoenen wel. Ja, thanks. Schoenen moeten comfortabel zijn? Of? Nee, dat maakt niet uit. Maar kan beide. Hangt vanaf hoe hard de schoen is. Comfy season, baby. Ja, it's cozy comfy boys. Season, cozy boys. All day. Okay, oversized truien. Klaar. Nee, ik had vroeger wel echt heel oncomfortabele fitjes, moet ik je eerlijk vertellen. Vooral als je skinny spray jeans en dan zat het allemaal veel te strak en je zat de hele tijd je broek uit je na te halen, weet je wel. Ja. Maar dat is langzamerhand is dat gewoon een beetje veranderd. Je begint een beetje te werken en je denkt van ja, fuck deze bullshit, ik wil hier echt niet de hele dag in rondlopen. Kijk, als je dan een oncomfortabele fit aan had, dan wist ik dat ik voor minimaal of maximaal 4 uurtjes naar buiten ging. Ja. Snap je? Als ik een hele dag zou rondlopen of ik ga een dag naar Amsterdam toe, dan trek ik niet mijn meest oncomfortabele harde schoenen aan. Alleen op de flex. Ja. Ik wil even 2 punten brengen. Punt 1 is soms moet je gewoon door een oncomfortabele fase heen. Met een piece bijvoorbeeld. Yes. Bijvoorbeeld Ramones inlopen, bro, is fucked up. Ja. En Alexander McQueen, zeg maar McQueen's en zo net ook. En dus soms moet je gewoon een schoen een beetje inbreken, zeg maar. Inbreken. Dus dan... Maak je een hele ding kapot, hè? Bam, bam! Nee, maar die, weet je, dan moet je hem gewoon even aan hebben en dan is het gewoon flex. En op zich, kijk, voor tops wil ik wel meestal comfortabel. Maar kijk, soms heb ik gewoon zo'n fucking zieke broek. Ja, daar wil ik wel even een paar uurtjes gewoon oncomfortabel voor zijn. Omdat het gewoon een vet zieke broek is, bijvoorbeeld. Ik heb het nu met broeken, man. Broek wil ik juist gewoon chill, vrij, ja, ik ook. Wavy. Ik... Dat het gewoon chill zit. Ja, maar je kan natuurlijk, maar ik heb bijvoorbeeld 1 broek, dat is een soort van pantalon en die zit gewoon vet strak boven, maar die fit is gewoon fucking ziek. Dat is gewoon work voor mij.
Ja, true, nee, die snap ik wel. Ik had ook gewoon vroeger op een tijd al gewoon een broek gehad of zo. Ja, ik vond hem eigenlijk gewoon echt gewoon fucked up zitten, toch? Maar ja, dat draag je wel als je gewoon even voor 4 uurtjes of zo, als je snel schooldagje hebt, toch? Dan ja, man. Kun je gewoon prima aandoen. Dat vind ik wel prima. Maar uiteindelijk, ja, doen we gewoon een jogging. Okay. En ik heb dat met bovenkleding heb ik het heel erg dat het voor mij op de huid moet liggen. En als je dan een heel strak shirtje hebt die dan echt om de huid heen trekt. Ik heb dat ook met broeken. Als ik echt skinny jeans dan heb, zou ik het niet kunnen hebben. Moet altijd wat speling in liggen. Ja. Zodat je heel, ja, dat is maar heb je dat ook met tops, dat er geen speling in moet? Ja, er moet voor mij gewoon, je moet, als je loopt, dat hij op je schouders ligt. En als je ligt, dat hij dan over je buik heen ligt. Maar niet gewoon tegen een klamp. Nee, niet, ja precies. Ja, zo'n klampje, daar heb ik ook echt niet logisch, van. Logisch. Nee. Nou, dan gaan we even naar het volgende ding. Wat voor vormen vind je belangrijk? Ik zal even beginnen. Ik vind gewoon oversized tops is gewoon chills, maar ook... Ja. Boxy fits, man. Ja. Gewoon als je shirt box, als je mouw over je elleboog gaat, bro. Dat is goed. Dan is dat is goed. Instant mooi. Classic. Ja, nee, gewoon die oversized, gewoon die dikke drape. Die, dat je gewoon basically een omgekeerde regendruppel bent, dat is goed. Dat is goed, man. Dat is gewoon de drip, gewoon. Ja, ja, de actual drip, de reverse drip. Gewoon goed. Ja, nee, nee, maar dat is goed, man. Dat, daar hou ik van. Daar hou ik van. Ik ben wel van die, weet je wel dat je hier dan heb je top en dan komt er zoiets uit. Ik denk dat gewoon... de mensen kunnen het heel moeilijk vinden. Ja, ik weet dat, ik kan niet uitleggen, maar gewoon wijd. Beetje hoe je pandes... Onderkant wijd. Onderkant wijd, maar shirt ook, maar gewoon dat je een soort van echt die lagen ziet. En dat het gewoon over elkaar heen. Ja, dat is mooi overleg. Weet je, kijk gewoon naar Naruto en hoe hij zich kleedt en dat bedoel ik. Gewoon, ja, ziet iedereen wel. Wil natuurlijk gewoon eruit zien zoals Naruto. En dus jij draagt ook gewoon elke dag een Sharingan in je hoofd. Als creator van de toch? Ja, maybe. Maar dan even tussenvraag. Vrije tijd, ik vertel niks over. Even een tussenvraag. Hoeveel lagen is ideaal als je buiten bent? Hebben we het dan over vanaf een jas? Ja, dus jas, hoodie, toch? In de winter. In de winter. Nee, maar gewoon, wat vind je zelf ideaal? Oh. Ja, dan moeten we dan ook seizoenen hebben, man. In de zomer, shirt, blouseje. Classic combo. Zodat je shirt over je blouse heen? Ja, man. Ja, man. Ja, ja, dat is. Gewoon shirt, blouse in de winter, jas, trui, shirt. Ja, facts. Long sleeve. Ja, t-shirt long sleeve. Ja. Maar drie lagen is het beste, man, vind ik. Ja, drie. Gaan we een jas, dan heb ik ook een t-shirt, shirt, long sleeve. Zolang je maar op niet zoveel lagen komt als die Balenciaga jas, dan is het toch gewoon helemaal goed. Ja, inderdaad. Maar soms kan natuurlijk een extra layering heel veel toevoegen natuurlijk. Als je bijvoorbeeld nog zo'n extra laagje onder je hoodie hebt of zo, voor dat is wel hard. Chill. Ik heb wel eens hoodie, shirt en blouseje gehad. Dat was ook wel grappig. Dus blouseje hoodie? Oh, ja, maar die voel ik ook wel. Ja, shirt en maar dat is ook wel gewoon oké. Dat is, vind ik, dat is wel vaak mijn probleem. Want dat is wel gewoon, soms heb je gewoon een shirt of zo, die vind je, gewoon een tee, die vind je vet hard. En dan zou je toch soms gewoon willen dat het een hoodie was. Ja. Maar dan kun je maar kan wel een shirt over een hoodie. Dat is gewoon precies... dat de real skater look. Dat is wel echt de classic skater look, ja man. Dat je dan zo graag je team wil flexen dat je hem over je hoodie aan doet. Maar wat ik bijvoorbeeld ook wel goed vind, is soms twee jassen, man. Het kan, heel soms kan het. Bijvoorbeeld als je een hele grote trenchcoat hebt of zo, en dan daar een denim jacket onder bijvoorbeeld. Of een button-up-achtige jas of coach jacket onder je overcoat. Dat kan best wel hard zijn, man. Ja, ik had het met die Misbehave jacket die ik heb, met die hele lange mouw. Ja. En daar had ik dan zo'n Calvin Klein, zo'n hele lange trenchcoat in. Ja, precies. En dan is het heel mooi om te zien. Dat is een beetje geraffeld aan de onderzijde. Het ziet er een beetje rugged uit en dan heb je gewoon een hele nette trenchcoat eroveraan. Ja, maar dat ziet er gewoon goed uit. Dat is gewoon high fashion look. Ja, precies. High fashion is trenchcoat. Als je echt een trenchcoat hebt met zo'n band eromheen, dat is pas echt high fashion. High fashion, this guy is een goede leren. Ziet er nice uit. Ja. Sterk. Maar wat zijn dan de belangrijkste pieces als je een fit bouwt, zeg maar? Wat is gewoon belangrijk? Schoenen top. Nee man, goede broek. Broek? Nee, goede broek, ik vind een hele goede broek. Goede broek is heel in the rain. Ja. Ja. Nee, het is wel waar, maar het is niet van, oh bro, jouw broek. Het is eerder van, nee, maar tops of schoenen, toch? Klopt, maar als je broek fucked op. Maar niks kan alleen staan, zeg maar. Nee, maar je kan wel het belangrijkste piece voor jezelf hebben. Ik vind persoonlijk jassen, of zeg maar je outerwear is wel het belangrijkste voor mij, persoonlijk. Ik weet niet, ik vind schoenen... Ik vind het ook een hoodie, I guess. Nee, dan ben ik het wel eens met Jonas. Dus of haar. Een goede jas is wel belangrijker. Haar, ik weet niet of dat... Haar is wel, maar het wel, het had wel, ja. Haar. Ik vind haar een accessoire meer. Oké. Maar bro, stel je voor je gaat kaal, hè? Dan komt de aandacht gewoon zo hard op je fit. Dat moet je een keer proberen. Niet dat ik het ga doen, maar jij mag het wel een keer doen. Het grote hoofd. Gewoon scheren, verven en dan een hele hard jak aan. Ik vind wel dat als je kaal gaat... Bomberjack.
heel veel dingen die je niet meer kan dragen. Bomberjurk. Vind ik. Nou, bomberjurk. Vind ik. Volledig, ja, nee. Volledig gabber gaan. Ja, nee, maar precies. Ik heb wel gewoon van een vriend van me gehoord die, zeg maar, als je gewoon bepaalde dingen draagt, als je toch gewoon fully kaal bent, dat, dan word je toch wel anders aangekeken. Dat maar een millimeter? Gewoon kaal. Gewoon kaal. Gewoon gabber kaal. Oké. Dan word je wel, hij zei dat hij dat wel merkte, dat hij dan soms wel gewoon echt aangekeken werd. Hoe wordt hij aangekeken dan? Ja, gewoon een beetje met zo'n neonatie. Ja, precies. Gewoon een beetje zo'n denigerende look of zo, I guess. Ja, of zoals. Het kleding wel niet een beetje kan doen. Als pop-up. Ja, maar nee, maar het is echt. Als je zelf gewoon kleden, dan ben je een neonatie. Ja, nee, maar als je bijvoorbeeld sommige mensen ziet op straat, dan als je een beetje kennis hebt van kleding en je ziet hoe ze zich kleden, dan kan je wel een beetje zien wat voor persoon ze zijn, meestal. Vaak ook niet. Ja, dat is wel een aanname die je maakt, dat is wel een eerste indruk. Tuurlijk, maar het is ook. Je kleding is natuurlijk is het een reflectie van jezelf, of je nou wil of niet, weet je wel. Dus, en als je dan binnen een bepaalde subcultuur bepaalde kleding draagt, kan je het sowieso zien. Maar ook bijvoorbeeld als je iemand ziet in de supermarkt en die heeft gewoon een fleece aan en een kapotte broek en gewoon bergschoenen of zo, ja, dan kan je wel een beetje van uitgaan wat voor persoon het is. Ik weet niet. Bergschoen personen zijn moeilijk om te peilen, man. Ik heb het heel laag gegrepen, echt niet. Want als je voor gewoon iemand die fully Rick ziet, bijvoorbeeld, waar je dan helemaal fucking high boy op wordt, kan nog steeds grote eeuwels zijn in de wereld. Tuurlijk, maar ja. Maar ik bedoel, dat zijn ook al denk je dan van, oh, dat is fucking gaaf, hij weet al deze shit, hij draagt het allemaal. En dan is het gewoon, fuck. Dan blijkt er uiteindelijk gewoon dat hij gewoon geld heeft, dat hij gewoon shit koopt. Precies, precies. Ja, het is gewoon vooroordeel. Ja, nee, klopt. Slecht. Maar dat is toch de eerste indruk die je maakt. Dus aan de ene kant wel, aan de andere kant ook niet. Ja. Ja. Het kan zo zijn. Oké, jongens, moving on. Wat vinden jullie belangrijk accessoires? Ringen. Kettingen. Ik vind kettingen als het kan een grill. Ik vond jouw grill toen ook sick. Mijn grill? Ja. Wow, ik heb alleen een grill van vlees. Echt waar? Ik heb geen grill. Nee, laat maar. Was iemand anders. Ik was helemaal even. Dat is oké. Ik zie jou wel met een grill. Gaas, maar dat is ook moeilijk praten. Nou, je slis toch? Je slis. Dat moet je gewoon even aanpassen. Okay. Als vraag is mooi. Yes. Ik heb ringen. Altijd de ketting om. Altijd ringen. Ja, ketting ook inderdaad. Ja. Ketting. Kettingen. Ik weet niet, ik vind ringen als je er gewoon naar je handen kijkt, zo denk van, oh nice. Ja, man, ringen zijn wel. En sokken dan? Sokken. Hard. Gewoon nice. Lees je even voor de camera. Oeh. Oh. Is not this kind of show. Ik heb sokjes aan vandaag, maar normaal gesproken altijd TNO sokken, man. Shoutout, want dat zijn echt de lekkerste sokken die ik ooit heb gedragen. Ja, ik weet ook dat Loose Sentiment ofzo, ik weet niet precies wat het heet, die avant-garde Instagram, die komt nu ook met, met sokken, ja, dat is wel ziek. Ik vind sokken wel gewoon hard om te laten zien, gewoon iets dat je iets waar je van houdt of zo, zoals een band of zo, of een muziekgroep die op je sok gewoon. Ja, man, dat vind ik gewoon een goede om dat te doen. Is wel heftig, man. Gewoon lelijke, patroontjes en ook. Ja, bijvoorbeeld van die Noisia sokken of zo. Dat vind ik gewoon hard. Natuurlijk. Maar gaan ze vinden heb je sok wel werk, man. Dat krijg je. Als ik je kan niet. Ja, met, maar ik zou SpongeBob zou ik dan wel weer waarderen of Mario op een sok. Nee, ik zou van ja, maar waarom ook niet. Mattie van mij die rockte gewoon die Tech Runners gewoon met Rick sok, met de Rick, met SpongeBob sokken, man. Dan ben je wel. Dat is heel dik. Maar. Wow. Daar moet ik even een slokje voor nemen. De Bob or the Rick. Wat drinken we ook alweer? We drinken Jarritos, man. Oh, wat is die lekker. Hier. Hij is heel lekker. Ja, uitstekend. Please. Oké, nou, ringen zijn belangrijk. Ik zal het opschrijven. Nou, dan gaan we gewoon heel simpel. Wat zijn je favoriete brands? Of welke brands gaan killen dit jaar? Root. Shout out naar Root, ja. Ik vind dat die wel goede dingen gaan doen. Ook gewoon qua hun hele idee. Het is een heel sustainable-achtig idee. Ze gebruiken gewoon goede fabrics die niet uit fucked-up situaties komen. Maar ja, dat is ook. Shout out Roogie, man. Ja, Roogie. Ja, man. Gekke guy. Ja, ik kijk meer naar custom pieces. Dan heb ik iemand die ik volg op Insta die ik heel dope vind. Dat is Playground. En die maakt allemaal airbrush shit. Oké. Dat is echt heel sick. Ja, en er zijn nog wel wat andere daar met custom pieces. Maar ik denk dat zulke mensen die echt alleen van hun eigen zijn begonnen, die gaan het wel maken dit jaar, denk ik. Ja, ik denk sowieso dat het wel dat gewoon meer up-and-coming gewoon heel veel van die independent mensen zijn die dan gewoon gekke shit maken. Zoals
Murder Bravado, ooit van gehoord. Dat heeft ook echt crazy. Hoe heet die ene guy met die Nikes? Die Nikes op elkaar stapelde. Die Zola. Oh, Val Christopher. Val Christopher. Oh, ja, ja, Christopher. Maar het is, kijk, ik heb dus het idee dat je hoort elk jaar wel van, ja, DIY gaat dit jaar groot worden, man. Dat hoor je wel elk jaar. DIY is fucking groot. Man. Maar het is ook vet groot, maar het, zeg maar, de hele wave is ook goed. Shout out mijn broer Ledgebound. Maar, het, zeg maar, de wave is goed, maar, ja, high back. Waarom lach je? Laat mij zijn. Maar de hele wave is goed, maar ik denk dat het nooit mainstream potential gaat raken, zeg maar. Nee, natuurlijk niet, maar vanuit mezelf, vanuit wat ik weet en de hoop heb zien groeien, denk ik dat die persoon wel groter gaat worden dit jaar. Ja, net sowieso. Ja, man. Ja, nee, ik denk toch ook dat die mainstream potential van DIY wel... Maar het hoeft ook niet, het is ook helemaal niet... Nee, maar dat is ook niet de bedoeling, inderdaad. Dat is ook gewoon goed, dus dat is ook gewoon goed. Dus wat vind jij dan? Ik vind Fabricant, Amsterdamse modebedrijf, doet heel veel 3D... heeft geen enkele fysiek item, wordt allemaal 3D gedaan. Dat je by board type biedt? Nee, want nee, ook een hele promo's. Alles doen ze gewoon in 3D wereld. Oh, zo laat ze het ook zien. En ze doen heel veel met vooral kijken naar hoe kleding kopen in de toekomst zal gaan. En niet te veel productie maken. Dus als je dan een store binnengaat, word je gewoon gescand basically. En dan zie je jezelf in kleding die je niet aan hebt. Dope. Dat soort shit. Dat is heel dope. Ze hebben ook dat is een store in Amsterdam nu? Nee, het is een bedrijf. Het is gewoon starter. Maar het is sick. Ze hebben met Puma gewerkt. Ze doen best wel, volgens mij ook met, ik kom even niet op mijn naam, maar ze is wel nice. Cool. En ook nog de Good Store, Afrikaanse shit, en die maken alles ook zelf sustainable, is wel vatten. Nee, ja, zelf ben gewoon ook Rick natuurlijk. Tuurlijk. Oh, ja, dat is Rick. Zo, ja. En kunnen we niet vergeten. Ja man, Martial Authority ook natuurlijk. Maar het ding is ook, het is ook gewoon nice om... Van alle designers die je tof vindt, zeg maar één of twee dingen te hebben, weet je wel. Om daar gewoon je ding uit te bouwen. En het is denk ik ook een algehele aesthetic die je bouwt. Maar toch gewoon Rick, ja, geen vraag eigenlijk. Het is nog steeds independent. Ja man, nog steeds independent. Oh, het scoort man. Shout out to Rick, ja. Oké, dan gaan we nu hebben een beetje meer over de mediahoek, zeg maar. Over hoe je dingen consumeert. Dus eigenlijk wat ik eerst wil vragen is... Wat voor shit hebben jullie de laatste tijd geconsumeerd? Dus gewoon, kan YouTube kanaal zijn, albums, games, boeken, films, whatever, maar vertel het. Ik heb net New Order ontdekt en ik ga er iets te lekker op. Ik ben... Wat is het? Vertel even een beetje over het. Het is een band, een punkachtige, nou dat zou ik het ook weer niet noemen. In ieder geval een band uit 1980 of zoiets, 1984 hebben ze hun meest bekende album uitgebracht, Power, Corruption and Lies. En dat is een beetje een hele nieuwe sound was het in die tijd. Voortgebracht uit Joy Division. En dat ben ik ook gaan luisteren. Joy Division? Ja man. Dat, van Harco? Nee, is een band. Ja. Joy Division is een band. Harco man. Ja, je weet toch, Harco? Ja man. Ja man. Ik ben mijn hele verhaal kwijt. Toen die zanger overleed. Oh, Joy Division? Ja man. Sorry. Goed verder man. Uit. En toen die zanger overleed, toen hebben ze een nieuwe order opgericht, de resterende bandleden. En dat hebben ze gewoon een hele nieuwe sound uitgebracht, die heel erg gebaseerd is op synths en dat soort dingen. En dat vind ik echt ontzettend vet. En het is wel een beetje heel erg van die melancholische, depressieve muziek, maar ik vind het wel ontzettend nice. Hard. Ja, ontzettend hard. Het is gewoon die movement, dat vind ik gewoon ontzettend vet. En ook gewoon de artwork van het ding, ja. Het zijn een paar rozen, maar ja, vind ik wel ontzettend vet. Het is gewoon goed. Dus daar ben ik heel veel momenteel aan het luisteren. Vind ik echt... Zeer vet. Doe, boys. Ga maar. Ja, nee, ik heb luisterd de laatste tijd heel veel naar Summers en Can-Can. Zijn twee rappers uit Amerika ook. Meer naar die digital scene ben ik echt aan het kijken. En die features van hen zo crazy fun om te zien. Het zijn echt, ik weet niet, het is echt sensatie wat je kan zien online van die guys. En ja, alleen eigenlijk heel veel bezig met muziek. Goeie albums geluisterd. Weet niet precies welke stad. Maar like, ja, ik volg ze wel een beetje op Insta, dat soort dingen. Ja, toch? Hard. Nice. Ik kijk nu heel veel Hassan Piker, een soort van political commentator. Ah ja? En die Twitch streamer ook. En, die, en ook in de groep Turk Youth. En dat is een soort van linkse politieke groep in Amerika.
En het is een beetje tegen... gewoon tegen conservatieve meningen ingaan. Ja. En wat er nu heel veel shit in Amerika gebeurt qua conservatieve politieke mensen, zoals weet ik veel, Ben Shapiro, weet je wel, die guys. Ja. En daar gaat hij dan, daar gaat hij tegen in met gewoon een mening. Oh, gaat hij er tegen in, dat is wel flex, man. Ja, hij heeft niet daadwerkelijk de debatten met hem, dat zou fucking Ben Shapiro nooit doen. Maar hij deconstruct het gewoon en hij zorgt ervoor dat er meer... hij laat gewoon zien hoe je dat soort mensen, hoe je daarmee in discussie gaat. En hoe je die battle aan kan gaan. Dat is wel ziek, man. Dat is wel belangrijk voor nu. Ja, zeker voor Amerika. Ja, zeker voor, ja, crazy. Zeker voor Amerika, man. Maar dat... en JPEG Mafia. Oh ja, die nieuwe, die Legend, nieuwe track. De bands. Ja, bands, oh, bands. Wat een track. Wat een track. Ik voel hem heel hard. Ook die guy, maar even pompen dan. Hij is gewoon een legend voor mij. JPEG. Ja, die, ik vind dat, ik denk persoonlijk dat de toekomst van hiphop wel meer richting die sound gaat van JPEG. Ook? Dat denk ik. Maar het is gewoon een net wat meer een meer beluisterbare manier dan Def Crips of zo. Maar heel erg zijn eigen nog steeds. Ja, en nog steeds wel dat hij heel erg maatschappelijke issues gewoon aankaart in zijn tunes. Gewoon, ja man, altijd al. Altijd, nee. Hij heeft ook gewoon Bald, nee, Bodyguard. Bodyguard nummer. Is gewoon, gaat hij ook rapt, die zingt hij gewoon over hoe hij gebald wil worden. Fucking Fatou. Gewoon op een vet gaye manier, maar het is juist super nice omdat hij dat... gewoon doet. Hij geeft gewoon geen fuck. He don't care. Dat is gewoon goed. Dat is gewoon goed. Zo... Ja, dat zegt iets wat we nodig hebben. Om mensen die we zelf zijn. Zelf in kleding. Big facts. Gewoon... Yo, big facts. Ja. Preach. Oké, ja, dan ga ik ook nog wel op muziek. Omdat we toch over muziek praten. Ik ben gewoon de laatste tijd ben ik op Soar, man. Ja, man. Jij hebt die tape mij laten horen. Hij is wel gek shit. Ja, die guy is dus, ja... Behind the scenes wordt dat ook gezegd. Hey, die guy is... Wie is Soar? Zij is dus slechthorend, zeg maar. Hij was gehoor kwijtgeraakt. En ook zijn visie deel, zeg maar. Oh. En toen heeft hij een gehoorapparaat gekregen. En heeft hij, dat gehoorapparaat heette Phonak. Ja. En daar heeft hij een tape meegemaakt, zeg maar. Een heel album, zeg maar. En dat album had hij Phonak genoemd. Ja. Toen hebben de lui van Phonak, dat was een, ja, ik weet niet, een bedrijf, maar het zat in Italië. Dan hebben ze hem daarheen gevlogen, naar Italië. En toen heeft hij daar een show gedaan, zeg maar, voor die werknemers. Toen heeft hij echt een fucking, tenminste wat ik heb waargenomen, heeft hij een vet zieke hoorapparaat gekregen van hun. En toen is hij daar gewoon verder mee aan het gaan. En hij had ook een soort van rugzak met een speaker erin. Dus dan voelt hij dus echt de beat, zeg maar, omdat hij niet zo goed hoort. Maar volgens mij is zijn gehoor is ook wel beter geworden, zeg maar, weer over tijd. Maar hij maakt gewoon super harde shit, omdat, zeg maar, de bas is natuurlijk super hard. Mm. Omdat hij gewoon, hij wil dat gewoon goed horen. Maar dat klinkt op speakers klinkt natuurlijk super ziek. Maar gewoon zijn hele stilo, beat switches, gewoon vocals. Zet zo even op. Ja bro, het is echt fucking ziek. Black Acid, right? Black Acid, man. Ja, man, daarom. Ja. Crazy Black Acid was ik sowieso al heel lang geleden al. Ja man, maar het jammer is, ik had die 101 gezien en toen had ik hem nog niet eens beseft. Deze guys heb ik ook gewoon gecheckt, ja. Ja. Maar het is gewoon een slow creeper, maar als je eenmaal beseft wat het is, crazy beats, joh. Maar wat is dan de beste van de tape dan? Van, heb je die ik voel East West nog steeds. East West, bro. Toen ik hem eerst draaide, jongen. Ik voel die gast. Wij waren naar die Vissa geweest, dan naar die Tempel Vissa. Ja. Wij zaten daar bij blauwe bankjes. En ik zat te luisteren, toch? Ik vond het wel hard. Ja. En ik dacht, ik ga hem thuis niet meer luisteren, want het was bijna 4 uur 's nachts of zo. Dus ik pompte hem de volgende dag, joh. Maar die beat is gek, nergens over. Die is crazy. Ja, man. Hele talentvolle jongen, die guy. Ja, man. Zoals je dit kijkt, bro. Thanks. Send us merch. Ja, send merch. Of laat mij jouw merch senden, is ook goed. Oké. Boys, waar halen jullie je nieuws omtrent fashion streetwear? Wat is jullie outlet? Waar welk platform? De streets? Wat is het? Gekke list komt eraan. Gaan via Instagram, Heisenabayadi. En dan al die accounts ervan, House and Buy It, die style, sneakers, live volgens mij heb je ook, dat soort shit. Hypebeast gewoon. En dat was het eigenlijk. Cool. Ja. Instagram, mode, veel, ja, eigenlijk alleen maar. Reddit, nooit meer, vroeger mee. Thanks. House and Buy It, die ook. Maar het is ook gewoon zo dat het nu gewoon...
De Reddit is gewoon niet echt nodig of zo, weet je wel. Want het is gewoon alles wat bekendgemaakt wordt, staat binnen 5 minuten op Instagram van Hype. Ja, man, ja. Whatever, dan weet je het gelijk al. Het is gewoon allemaal consume. Ik denk ook gewoon internet. Vaak is het gewoon dat je ook tijdens het scrollen of zo, ja, opeens een merk krijgt of zo. Mm-hmm. Of dat je gewoon even wat opzoekt omdat je, weet ik veel, nieuwsgierig bent of zo. Ja, ik had een aantal nieuwsbrieven nog in mijn mail. Die had ik laatst even. Ja, vet man! Nieuwsbrieven zijn underrated, man. Als je even door je spamfolder heen kijkt, dan scroll je toch en dan staan er een aantal. Je denkt van, ik had eentje van Antonia. Ja, dat is een goede shit. Daar heb je altijd wel leuke dingen op. En heel veel op Instagram ook. Ja, als ik even op e-mail mag inhaken. Ik zit ook bij vet veel mailinglist, ben ik gewoon gesubscribed. En je blijft gewoon up-to-date met wat er in de store komt. Je krijgt ook korting en shit, krijg je mee. Ja, precies. Dus zeg maar, dat is wel echt underrated, man. Blogs zijn ook underrated. Het punt met mailinglist is, er komt best wel veel, man. Heel veel doen ook elke dag mailen. Dat is kut. Dat is echt kut. Ik heb zelfs een keer gehad dat ik gewoon 2 keer van 1 mail krijg. Omdat wat ze dan doen, is ze doen zeg maar AB-testen, weet je wel. Dus dan sturen ze 2 mails en eentje is net verschillend. Eentje is net wat anders. Maar ik zat dus in beide groepen. Dus ik kreeg gewoon 2 keer... Dezelfde kutmail. Dezelfde mail, maar waar net al een ander plaatje in zat of zo, weet je wel. Dus dat, en wat ik dus vind, is ze mogen hun mails gewoon wat aantrekkelijker maken qua tekst. Want Hanon is een Canadese store volgens mij. Ze hadden een acronym archive sale. Fucking ziek. Maar ze hadden ook gewoon een mail overgestuurd, maar het stond niet eens in de titel. Ik denk van ja, fucka, je hebt zulke harde shit. Maar misschien willen ze dat juist wel. Ja, tuurlijk, maar ik zag het ook wel op Instagram voorbij komen en zo. Maar toen zag ik ook die mail en toen dacht ik ja, maar het is ook, als je een winkel bent, dan is het wel een punt dat je wil gaan verkopen. Ja. Maar goed. Smart marketing. Ja, misschien wel. En wat ook nog underrated is, Facebook, man. Facebook is goeie voor fashion, man. Jij hebt geen Facebook. Ik heb geen Facebook. Jij zit ook nog, ja, maar dus dan kan ik hier als enige over praten. The Basement. Fucking zieke groep. Het is gewoon. Ik vond het annoying, man. Ik vond Basement annoying. Nee, Basement vind ik echt nice. En ook de memerij is mooi. High Fashion Talk, man. Ook fucking goeie. Dat is gewoon, daar wordt zoveel super relevante informatie in gestopt. En gewoon interessante dingen. En er zijn ook vet veel actieve members. Kids that dress like A$AP Rocky. Ja, dat is wel fucking mooi. Ja, Clueless Kids, man. Clueless Kids. Techwear Enthusiast, ken je die ook? Ik zit wel een Rick Owens stock. Ja, maar daar Rick Owens stock, bro. Deze patta hier. Gewoon stiel gepakt, man. Dus je kan echt wel. Ja, dat is, ja, man. Die is voor de promo. Maar in die groepen van bepaalde brands, daar kan je echt stiels vinden, man. Raf Simmons stock bijvoorbeeld, daar kan je echt wel lijp shit vinden. En weet je wel, dus als je daar kan je ook best wel diggen, man. En dat is ook wel, vind ik zelf ook wel goeie. Vertel even over de Marktplaatsdeals. Marktplaats is nog steeds gaande. Mensen kijken er niet naar. Niemand kijkt dit alsjeblieft, want blijf van Marktplaats af. Marktplaats zegt chill, man. Goeie scores gepakt. Dus jij haalt wat voor scores? Marktplaats allemaal? Een Marishi broek. Oh. Fucking nieuw. €50. Dikke prima. Niks. Chris van Asje, die veterschoenen, nee, weet je wel. Die multilace. Die multilace, €100. Wat? Wat? Hoe dan? Ja, man. En laatst zag ik ook 5 items, 1 ander meulenmeester, 2 Dries van Noten, 1 Mason Margiela en nog een Mason Margiela vest. €100. Allemaal bij elkaar. Maar dat is toch gewoon een of andere huismoeder of zo, die vindt dat. Nee, man, dat zijn gewoon super gewoon oude lui, guys die ook gewoon geen fuck geven. Want vaak zijn het gewoon ook wel gewoon mensen met een beetje posh mensen. Ja, oké. En die denken gewoon van... Nou, joh, geef de paupers even wat kleding. Het zijn vaak gewoon, nee, maar het zijn vaak juist die mensen die er vet nice vinden. En dan denken ze van, ik gun het doorgeven. Ja, nee, dat zie ik dus op Facebook ook wel. Van die gasten die verkopen dan bijvoorbeeld shirts van Rick, zeg maar, mainline shirts voor €35. Weet je wel? Dat zag ik laatst voorbij komen. Of zeg maar van die echt zieke broeken bijvoorbeeld. En dan ook maar gewoon echt voor ver onder retail, weet je, gewoon 90% korting. Ja, dat is cool. En het is natuurlijk ook nice als je aan de culture kan teruggeven op zo'n manier. Ja, ik heb de laatste tijd gewoon helemaal geen invloed gehad erin eigenlijk. Ik ben helemaal niet over social media heen geweest of Facebook of iets, dus ik moet echt geüpdate worden hierover. Ja, ik geef wel snel een shout-out naar Grilled, man. Op Grilled is wel maar Grilled, veel shit. Grilled is ook veel maar shit. Grilled dat is toyer. Duur voor de mensen die geen Duits spreken. Ja, man. Maar overal hebben ze wel een goede selectie, man. Ja. Maar dan wil ik nog even compleet andere kant. Functionaliteit, man. Functionaliteit beïnvloedt echt mijn stijl. Dat is wel erg, man. Dus bijvoorbeeld gewoon, ja, meer technisch, zeg dan.
tagwear en zo. Dus dan als je zit waterproof is of dat je je jas aan je lichaam kan hangen als rugzak bijvoorbeeld. Of gewoon, weet je, functionaliteit is wel ook wel een belangrijk factor waar we nu wel over kunnen hebben, denk ik. Absoluut, ja. Ik heb bijvoorbeeld een van mijn laatste kops, dat was een jas en die heeft allemaal gekke vakjes. Dus die weer een vakje, die weer een zijkant en een vakje. Gewoon ziek functioneel ook. En dan heb je allemaal verschillende dingen hoe je dat kan afstellen en zo. En dat is gewoon zeer nice om te hebben. En dat zocht ik vroeger nooit echt in mijn kleding. Toen wilde ik dat gewoon, dat het er ook gewoon nice uitzag. Maar ja, nu kijk je er wel naar bijvoorbeeld, oh, is het waterafstotend? Is het winddicht? Is het dit? Ja. Is het dat? En dat beïnvloedt het absoluut. Je kijkt echt naar wat kan dit kledingstuk mij bieden, zeg maar. Weet je wel? In waarde, zeg maar, gewoon voor mezelf, maar ook functionele waarde. Denk ik. Ja, precies. Gewoon niet alleen, niet gewoon puur monetaire waarde, weet je wel. Dat is wel, heb ik het gevoel waar een deel van de mensen naar kijken, weet je wel. Dat die gewoon kijken van, oh, hoog prijskaartje, dit moet ik hebben. Ja. En dat vind ik een hele slechte mindset. Ja, I gotta tap into the shit, man. Ik heb dit echt niet. Totaal niet. Gewoon niks dat je invloed. Nee, maar het maakt me niet heel veel uit eigenlijk. Als het nat wordt of als ik helemaal soaked ben als ik ergens aankom. Het is wel shitty, maar ik heb er nooit zo over nagedacht van wat biedt dit kledingstuk mij. Ga maar eens een keer gewoon vet ver fietsen in een waterdichte jas, bro. Dat is zo nice. Dat gewoon, ja, ik had het een Nederlandse actie. Ja, bro, mijn waterdichte jas is zelfs oranje, weet je wel. Dus ik ga wel voor de Nederlandse tees. Ja, ik had bij de leger doe ik zo'n hele gele. Weet het, zo'n gele zo'n police jacket. Ja. Voor in de regen. Dat is wel, echt super fijn. Dat klopt ook. Die kon je ook gewoon over een jas heen aantrekken. Maar nooit dat ik echt een piece heb beoordeeld daarop. Van wat brengt dit mij nou precies? Ik heb nooit zo over nagedacht. Dus misschien wel goed om te doen. Dat is wel nice. Ja. Nou, dat nice dat we dat hebben afgehandeld. Ik ken er niet zoveel voor. Nee, ik ook best wel weinig, maar. Ik wil gewoon comfy chillen. Ja. Jas vind ik wel belangrijk, though. Want de regen is echt foei kut. Ja. Ja. Poncho. Dutch Boys. Poncho, man. Ja, Dutch Boys, man. Ja. Nederland, de kledingkast, man. Dat is gewoon shit. Ja, mijn kledingkast is soaking wet. Soaking wet. Wat een drip, man. Wat een drip. Nou, dan gaan we nu even. We zijn al bijna eigenlijk aan het einde van onze onderwerpen. Nee. Maar dus, nu is de vraag. Nee. Ga ik eerst deze vraag stellen. Hoe kiezen jullie een goede beater? Een beater, als in een wife beater. Dat zijn een witte tee. Nee bro, een schoen om te bieten. Een schoen om te bieten. Ja, er zijn toch... Kijk deze patta, man! Kijk deze patta! Zet die nu goed. Kijk. Ja, is het goed? Ja, lekker man. Kijk. Ja, een bieten moet toch gewoon comfortabel zijn. Hij moet of zwart of wit zijn. Ja, oké. Okay. Hij moet gewoon fokt op ook nog goed uitzien. Denk aan Vans, denk aan Air Forces, denk aan Converses. Dat zijn beaters naar mijn idee. Okay. Dit gaat eigenlijk gewoon vanzelf. Boots. Voor mij. Boots. Maar alle schoen kan fucking nice gebied worden. Ja, precies. Je moet ze wel gewoon een beetje clean houden. Het is wel nice als je gewoon even rimpels hebt of zo. Ja, maar ja. Dat geeft karakter. Precies, mijn karakter. Ik heb dat heel erg met hoe lang je een schoen hebt. Hoe sneller die dat in die categorie naar beater toe gaat. Ja, man. Ja, maar je hebt ook al, maakt het niet uit. Ook al heb je een schoen van 400, 500 euro. Uiteindelijk wordt dat ooit je beater. Ja, man. Ja, inderdaad. Ik heb dat dus ook wel. Dat schoenen gewoon zeg maar automatisch een beater worden. Ja, ja, precies. Dat is bijvoorbeeld bij de Casa's. Daar heb je die tubular zool, zeg maar. Ja, ik gooi ze gewoon in de kamer en eerst was je gewoon zo... Oh nee. Oh, ja, ik moet ze strelen. Ja. 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 Weet je, die zool die was gewoon versleten op een gegeven moment. En dan boeit het je ook niet zoveel meer, weet je wel. Dan heb je gewoon die patta en dan kan je hem net zo goed gewoon bieten, weet je wel. Okay. Ja. En dan is het ook nice dat je zeg maar... chille patta gewoon kan dragen op stap of zo bijvoorbeeld, weet je wel. Ja, dat mensen echt denken van, oh, dit is een gekke patta. Ik heb precies hetzelfde met die Beluga V1's. Maar mijn allereerste Yeezys. En ja, dat vroeger was ik echt van... Ja, Holy Grail. En nu, die boeit me geen. Ja, die gast, die ding heb ik gewoon op stap aan. Dat vind ik, ja, dat is gewoon prima. Dat is gewoon een goede beater geworden. En prima. Ja, mijn concertschoenen zijn Raps nu ook. Dus gewoon lekker om op te stampen. En ze lopen gewoon super chill. En ze zijn hartstikke zwart, dus je kan er gewoon, gewoon niet met mee gaan. Nice, inderdaad. Je gooit er even snel even een sopje overheen, het is klaar. Ook allemaal gehad. Mijn Yesers, met de White Freeze ook. Maar er zijn heel veel schoenen die gewoon echt nice zijn, als ze gebied zijn. En zeker. Ik vind ook dat als je een patta, en zeg maar, waar ik echt veel respect voor heb, als je echt een fucking dure patta ziet. Sorry, een fucking dure patta ziet. Klapt er, weet je wel, dat is fucked up. Als je een dure patta ziet en die is gewoon super gebied, weet je wel. Dat is echt nice. Dat iemand gewoon denkt van, yo, ik rock deze. Bijvoorbeeld als je die Chicago Off-White's,
Gewoon helemaal gebied. Dat is nice, man. Dat is vet. Leuk voorbeeld. Mijn vriendin die was... Wat? Sorry. Mijn vriendin die was dus naar Wuhan gegaan. Mm-hmm. Met haar Balenciaga's. Niet wetend, het was de eerste keer dat ze ging. Maar niet wetend dat het echt niet een heel slim idee was. Is dat ja, maar ook niet dat. Die schoenen zitten eigenlijk helemaal niet zo goed in elkaar van binnen. Nee. Dus je kan er niet lang op lopen, toch? En uiteindelijk had ze vieze blaren en ze waren helemaal zwart. Want het waren van die witte, weet je wel. Maar ze waren gewoon helemaal zwart. Maar ze zien er echt heel tof uit nu. Na één keertje was ze echt die vlekken erin. Ik vind dat super sick. Ik was ook wel bij die schoen. Ja, ik denk precies dat het. Want het zijn dan die triple S's. Ja, triple S's. Dat bij die schoen past dat wel heel goed. Die gebieden look, vind ik. Net als bij Embrace the Meme, de CVG Converses gebied. Jij bent gewoon een meme, man. Ik ben een meme, ik ben een levende meme, ja. Ja, man. En ik accepteer het. Supreme Paddy ben je gewoon eigenlijk. ik heb ook een box. Ja, fuck hem met Supreme Paddy. Fuck hem met hem. Ik heb daar nooit meer iets over gehoord over die guy sinds 2016. Ik dacht er dus toevallig vandaag. Die is totaal niet relevant. Die is die guy. Is gewoon die guy precies, wie is die guy? Hij had een boxlogo getatoeëerd op zijn chest. Die guy Die guy. Ja, oh. Maar goed, Fortnite tag. Wow. Heet je dat nog? Goed, laten we hem even terugzijden. Ja, zeker. We komen steeds dichter bij het einde. Wat was de vraag? En nu komt, hoe kies je een goede beater? Maar die hebben we denk ik al afgehandeld. Ja. Ja. Dus we komen nu op een mooie. Ik weet sowieso wat jij gaat zeggen. Nee. Wat is je beste pick-up verhaal? Ja, mag ik wachten nu op jou. Hè? Ja. Dus, Nee, nu laat je me blozen. Nu ben je nog schattig. Beste pick-up verhaal? Ik weet niet, ik heb een paar pick-ups verhaal waar ik al nice mee ben. Toch, oh ja. Oh, ja. Zet die eerst maar, dan kunnen we daarna... Kloffie, ouwe. Nee, toen gingen we naar Vintage Markt en toen had ik een trui gekocht van Rev Simmons 2004 Fall Winter Peter Saville collectie. 2003 toch? 2004. Okay. Of 2003. Nou, in ieder geval. I wouldn't know. Rare 2003-4 Fall Winter volgens mij. Ik weet het ook niet meer zo goed. Maar was nice, was goeie, was sterk. Dat is geen verhaal, bro. Ik moet wel echt het verhaal vertellen. Ja, maar ik wil niet het hele verhaal vertellen. Ja, dat is toch de vraag. Ja, maar jullie zetten mij op de spotlight. Ik zet jou op de spot. Okay. Zet gewoon die toren, man. Dit is niet zo moeilijk. Dit is een podcast. Dus we kwamen daar aan Amsterdam. We kwamen daar. Gingen naar de kloffiemarkt. Allemaal nice. Kwamen één verkoper tegen. Had allemaal Ricks. Had allemaal gewoon nice items. En zagen we die... Pieter Saville, niemand had door. We zagen ook nog die andere... Ja, maar rap... gewoon Virginia Creeper, rap. Twee Markie. Fucking twee dom. Maar dus ook die sweater. Dus ik gewoon gehaald €80 voor Rev Simmons sweater. Dacht je al van, ja man, fucking nice. Zat ook fucking chill, maar ik was wel zuinig op. Want allebei waren wij toen bezig met... Waar de fuck kwam die... Waar komt die sweater vandaan? Wat de fuck is dit voor sweater? En zoeken twee dagen daarna of zo... Ja. Facebook? Grilled. Grilled. En toen was die, ik had het voor €80 gekocht, ging hij op Grilled voor 1200. 1750 zelfs nog. Wow. $1750 ging die weg. Dat is komen. Dat is wel heel stef. Ja. En toen had ik hem op Basement gezet, weet je nog, op Facebook. Ja. En iedereen werd helemaal gek, weet je wel, dat je zo'n trui vindt voor €80. Maar de grootste L was eigenlijk dat we die Virginia Creeper gewoon niet hebben gekocht. Ja, dat was wel safe. Echt, dat ding, als we die nu hadden, waren we rijk. Maar ja, dat is gewoon... Het is zo wat het dat is. Was toen. Het is wat het is, man. Het is wat het is. Live. Hebben jullie nog andere tories? Ja, je mag ze ook nog wel weer, maar... Ik heb laatst dus die... weet niet, het is niet echt een crazy verhaal. Het is gewoon een goede steal. Ja. Dat gewoon die Vive Connection jas. Van... Connection. Van... die was gewoon ziek hard in de sale. Gewoon bijna... Dat is lekker, man. 80% eraf gewoon van meer dan een doezoe voor €2,50. Dat is toch lekker, man. Dat is toch ongekend. Dat is goed, joh. Hemert? Ja, nee, de laatste keer dat ik echt iets op heb gehaald was bij Concrete Amsterdam. Mm. Had ik die Hendrik Vipschoff jas wat ik gehaald. Mm. Daarna zijn we doorgegaan naar Shoebeloo. Toen had mijn vriendin Prada boots gehad. En toen zijn we nog afgetopt bij Bijenkorf. Toen had ze voor zichzelf nog een Gucci glasses gehad. Poeh. Dus dat was een hele goede dag. Big drip, man. Ja, dat was echt lachen om te doen. High roller. Mooie pieces. Dat zijn mooie dingen om te doen. Perfect, man. Ja. Ja, ik heb een goede. Ik was in Londen bij Selfridges. En dit was, zeg maar, dit was echt helemaal aan het begin, weet je wel. Ik had die rikjes, man. Ja, ik had nog niks, zeg maar. Ik had gewoon alleen, Triple White Ultra Boost 1.0 was ik helemaal blij mee, weet je wel. Maar verder was gewoon de stiers gewoon wack.
En ik kwam in Londen in Selfridges. Eerst had ik in Dover Street Market had ik al zo'n parka aangehad van Rick. En toen was ik helemaal van wow. Maar toen kwam ik in Selfridges en zei ik van yo man, ik zoek een jas. Kun je me helpen? En dan stond zo'n sales associate gewoon helemaal dripped out in Rick, zeg maar. En hij had zelfs, zeg maar, zo'n layering piece was een rok van damescollectie. Oh. Yo, dat was fucking, dit was helemaal, toen dacht ik van wow, dit kan, weet je wel. Mag I gotta be this guy. Ja. Wie is deze guy? Maar kijk goed, me Riks. Ja, inderdaad, kijk me Riks, man. Maar goed, toen ging ik dus met hem een beetje praten en zo over dat hoe nice ik materialen vond en zo. En dat vond hij heel gaaf. En ik had eerst gezegd van, yo, ik heb een jas nodig. Hij zegt, ja, kan je wel bij All Saints kijken, daar heb je al gelijk shit. Nou, okay. Maar ik ging gewoon praten. En op een gegeven moment zegt hij van, yo, ik heb nog wel wat in de bag, man. Dus hij ging terug en hij kwam zeg maar met een bomber aanzetten. Zeg maar, ja, dark dust, dus gewoon groenig, bruinig. En ja, het paste me gewoon precies. En fuck ziek, dus ik vroeg van, ja, maar ik kan dit toch nooit betalen? Maar het was gewoon 2 barkie. En normaal was het echt 9 of zo. Sorry. Maar het punt was dus dat hij, dat er een of andere rijke guy hem had besteld. Dat hij daar in customs was gebleven. En dat hij toen weer terug is gestuurd. Dus konden ze hem niet meer verkopen. Mm. Maar wel dus nog gewoon, een soort van, wel boven de toonbank, maar onder de toonbank, zeg maar. Mm. En ja, toen had ik hem gewoon gehaald. En toen top it off was het ook nog gekocht op 18 november. En dat is gewoon de verjaardag van Rick. Zo. So. Beautiful. Ja man, dat was wel... En dat was gewoon dat super leuke pick-up van in Londen. Man. Dat is gewoon een dope verhaal, dat is mooi. Dat is een heel dope verhaal. Mag ik nog eentje doen, jongen? Tuurlijk. Luister dan, ik was in Berlijn. En ging eerst naar een rap event, was allemaal nice. En toen daarna, dat was afgelopen. En toen dacht ik van shit, wat gaan we doen? En toen gingen we dus naar een rave. In een verlaten parkeergarage. Dus het was echt 6 vloeren of zo. Allemaal kamers. Mm. Allemaal gek shit aan de gang. En, maar toen we daar aankwamen, toen was de deur dicht. Stond de politie buiten. Maar toen, blijkbaar mensen met wie ik was, kenden toch mensen binnen. Dus toen konden we nog naar binnen. Toen was ik gewoon, ging ik gewoon in de vis aan. Maar allemaal kamers. Een kamer met hiphop. Kon je een kamer waar je kon gamen. Een kamer waar je kon tekenen. Allemaal kunst en lichten en drank en drugs. En weet ik veel wat. Dus ik loop daar. En ik kijk zo op een gegeven moment in zo'n gangetje en ik kijk zo'n kamer in. Zit gewoon een fucking vintage pop-up in de rave. Crazy. En toen dacht ik, wat? Dus ik een beetje kijken en zo en ik zocht nog een trenchcoat. Dus ik zie zo'n een trenchcoat hangen en ik denk, yo, mag ik die even zien? Blijkt het dus Uniqlo en Le Mer te zijn. Dus dacht ik, oh, nice. Dus ik vraag zo, yo, hoeveel is deze? Hij zegt, ja, 30 euro. Ik kijk zo mijn portemonnee. Ik heb precies 30 euro bij me. Echt gespeerd. Precies 30 euro. Ik zeg, ja, kijk, ik heb precies. Oké, okay. Nou, klaar. Ik die jas kopen echt on the spot. Ik was ook niet helemaal meer nuchter. Maar ik had hem gewoon gekocht. En toen hoorde ik die guy dus praten met de baas. Zeg maar die verkoper die ging praten met de baas. En zei van, hey man, ik heb net die jas verkocht. Oh ja, hoeveel dan? Ja, 30 euro. Gas, wat fuck, is veel te goedkoop. En dat was dus in het Duits. Dus ik verstond het zeg maar een beetje. Maar die guy met wie ik dus... Ja, was? Die guy met wie ik was, die verstond het dus. Dus hij vertelde het aan mij. Dus het was gewoon sick, gewoon een vet mooi verhaal. En toen bleek er ook nog dat die jas 3 keer zoveel waard is. Nice. Dus ja, het is gewoon ook weer super lekker gekomen. Turnover. Wauw. Hoe crazy is dat fucking. Ja, maar het overkomt je gewoon, man. Het is niet iets wat je, zeg maar, waar je op zoek gaat. Je moet gewoon echt je ogen open houden, man. Dat Absoluut. Is het echt met dit soort dingen. Ja, ik had toen ook zo'n Gucci ja. trui, 35 euro. Crazy. Fucking nice. In ja, in thrift, ja, in de thrift heb je altijd gewoon goede shit. Dat is, ja, vaak mag ik, als ik het zelf zeg, wel goede shit. Ja, ik het zelf zeg, ja. Heb je nog... Ja, ik denk, ik was op vakantie met een paar vrienden van mij en toen was ik nog heel hard aan het skiën op die Rav collectie. Die Rav Simmons Adidas, onze Wego's, ik vond ze heel vet toen nog. En we zaten in de auto onderweg naar een andere stad toe en die drop die zou dus gebeuren, maar ik had geen 4G. Die drop zou online gebeuren en op het moment dat ze uit zouden komen zou ik ze ook direct halen. Yeah. En het was echt om het laatste geld dat ik nog had, dat ik mee had genomen op vakantie, weet je wel. Yeah. En ik dacht van fuck it, weet je wel, we gaan er gewoon voor. En we zitten in die auto en uiteindelijk heb ik niet eens 4G meer. Dus ik zei oké, ik ga ze heel snel naar het tankstation toe, dan kan ik die wifi pakken. Dan heb ik tenminste nog de aankoop kunnen doen. Mm-hmm. En toen had ik uiteindelijk de laatste paar nog kunnen krijgen, maatje 42,5. Nice. Man. Op het tankstation wifi, heel nice. Ergens in Frankrijk, heel snel nice. Even naar mijn huisadres laten verzonden. Dat vond ik wel... Ja, dat was wel heftig. You gotta do what you gotta do. You gotta do what you gotta do. Ja, ik heb ook nog een keer de Supreme Comme des Garçons bogo gehad. Die zeg maar andersom. Weet je die nog? En op Supreme, op de website van Supreme, maak je geen kans natuurlijk.
Maar er was dus ook op Dover Street werd die ook nog verkocht. Want Dover Street is natuurlijk van Comme des Garçons. Mm. Maar die website was constant aan het crashen. Maar dat werkte juist in mijn voordeel, omdat ik dan zeg maar, ik kon er nog inkomen. Dus had ik gewoon gelukkig nog eentje kunnen koppen, man. Toen was ik echt helemaal over the moon. Gewoon, was echt ziek. Ik heb nog steeds tijden zand, dat ik die niet van jou heb overgekocht. Ja, man. Ik had hem echt voor 2 barkje verkocht toen ook nog. Dat weet ik. Het was niet echt een hele gewilde bogo of zo. Dat weet ik. Daar baal ik nog steeds van, man. Dat, ja, man. Hebben jullie het waar je van balen wat je niet hebt gepikt? Ja, die Rap dus, die Virginia Creeper. Ja, die Virginia Creeper. Ja. Ik heb wel heel veel shit waar ik denk van, ah, waarom heb ik dat verkocht, man? Waarom heb ik zo kanker down? Ja, op Google is. Ik verkoop echt bijna nooit shit, man. Maar ik zeg dat ik het ga verkopen, maar doe het niet. Ja, ik heb gewoon money struggles altijd af en toe. En dan moet het. Kleding moet je niet in schulden laten komen, dus verkoop gewoon shit als je schulden komt. Ja, okay. Maar shit. Dingen die ik niet heb gehaald, dat is wel een goeie, man. Ja, je weet het niet meer, want je hebt het niet. Hè? Anders. Kleding is ook. Ja, nee, ja, dat is wel, ja. Dus ik had die Dries van Noten, die oogt die. Show hem even, zo aan, show hem aan de cam. Even, ja man. Dat is nou weer jammer. Maar goed, die T, dus ik zocht hem al een jaar lang. Of ga je eerst, ja man. Kijk, wow, een oog. This guy is woke, man. So woke. We hebben er nu 4. Maar goed, het ding is... Ik had hem kunnen kopen voor iets van 85 of zo. En dat vond ik toen nog te veel. Toen dacht ik van, laat het wel, weet je wel. Want toen kon ik hem nergens meer vinden. En toen, laatst kwam ik hem toevallig tegen. Maar toen moest ik wel gewoon volle prijs betalen. Dus weet je, dat is het kleine ding. Wat is de volle prijs dan? 150 of zo. Echt? Ja. Of 145 was volle prijs. En maar ik heb nog shipping betaald. Oh ja. Maar dus, ja, dat is eigenlijk denk ik de enige man van mij. Verder ben ik meestal wel gewoon... To the game. Ja. To hunt. Als ik het niet heb gekocht, was het niet bestemd, man. Dat is waar, man. Soms heb je ook gewoon niet... Als je het ziet en je denkt van... Ja, als ik het zou echt wel willen, had ik het al gekocht. Weet je wel? Ja, precies. Ja, het is ook natuurlijk eigenlijk niet erg om iets te kopen. Behalve als het gewoon een hele dure ref is. Dat vind ik wel. Ja, speaking of. Ik had een... dat is een beetje ook nog weer een pick-up eigenlijk. Dat was een raftaf die ik ook hier heb. Ja, ja. Die kwam van zo'n guy vandaan. Daar had ik een keer een fotoshoot voor gedaan. Want die wou graag dat ik in die kleding voor zijn website of voor Instagram, whatever. Buy it now, dat klopt volgens mij. Ik weet niet meer. Ja, maar hij is een super toffe guy. En ik had een Kosherovshinsky sweater of een soort van longsleeve had ik daarvan. En die had ik geruild voor die tas. Mm-hmm. Toen bleek dus dat een vriend van mij voor zijn verjaardag diezelfde trui kreeg van die website van zijn ma voor zijn verjaardag. Mm. Dus toen kon ik allebei de pieces rocken. Dus dat vond ik ook wel eens, dat was ook hele tof. Nice. Ja. Dat zijn die Amsterdammers toch? Ja, die hadden ook zo'n pop-up store, was ik nog naartoe geweest. Oh, dus, sick man. Ja, nee, nice. Ik kwam ook wel regelmatig op bij het Nauwclub. Ik heb zo'n ziek uit 2014 of 15 komt die zo'n Supreme in collaboration met Kids, die film. Mm. Die longsleeve met die twee... boys erop die dan een jonker heb je die? Ja, dat is goed, nice, man. Ja. Dan ook echt met die perfecte fading erop, weet je wel. Dat man. Voor €60, dat ding gaat nu voor €300 of zo grilled. Dat is echt zo fucking nice. Ja, man. Ja, goede Instagram. Ja, altijd nice als gewoon je pieces gewoon stijgen in waarde, toch? Ik heb Bruce Lee merch van Buy It Now. Bruce Lee merch, ja. En Disney pet. Oh no, nice. Sick. Ja, ik heb ook die, Yeezus merch gekocht. Mm. Die Life of Pablo. Ja, wel €35 voor de shirt. Goed albumpje trouwens. Lekker albumpje. Is gewoon Gildan gedrukt, toch? Ja, man. Ja. Ja, maar dat is wel eigenlijk wel grappig. Shout out to Gildan, though. Ja, man. Straatdraag, where it all started, man. Wow. Uit. Ja. 1, 2. Alright boys, we gaan het even hebben over creative directors. Dus je hebt natuurlijk Virgil bij LV, je hebt Kim Jones bij Dior. En we hebben nu ook Matthew Williams van Leaks bij Givenchy. En je hebt Hailey Slim aan helemaal nergens meer. En bij Celine toch? Of is die daar ook lussen? Ja, volgens mij is hij daar al weg toch? Ja, hij zit daar toch nu? Nou, ja, als je het weet, zeg het in de comments. Maar Kim Jones. Hard, sick, revolutionair, nieuwe dingen. I like it. Dat is wat ik erover zeg. Dat is duidelijk. Wat vinden jullie, Kim Jones? Heb je een beetje te spreken over?
Ja, nice. Gewoon prima. Ja. Ik ben sowieso niet heel erg daar geïnvesteerd, maar ik vind het nice. Ja, ik vind wel dat hij gewoon goede dingen doet met Dior als merk zijn. Nou, mijn idee heeft hij Dior weer gewoon compleet op de kaart gezet. Ik heb het idee dat... Vind je dat hij het beter doet dan bij Louis Vuitton dan? Is anders. Is anders. Dior heeft toch ook wel een iets andere verleden ook dan Louis. Ja, man. Maar hij heeft naar mijn idee, maar Louis en Gucci, dat zijn wel dingen die je gewoon altijd gewoon wel echt... heel erg in de front zijn geweest, ja, weet je wel. Ja, en Dior was altijd wel een beetje op de achtergrond naar mijn idee. Ja. Maar nu met die nieuwe oblique print, met die cellobags. Met Soyorama. Met Sorayama inderdaad. Dat is echt, dat is ook een van mijn favoriete artiesten momenteel. Ik vind die artworks die hij heeft echt heel sick. En ook met Daniel Arsham. Dat vond ik sowieso die was wel Back nice. To the Future collectie of zo heette het volgens mij. Ja, zoiets was dat. Gewoon die stage design was zo fucking heel nice. Heel sick inderdaad, echt zo sick gedaan. Maar ja, naar mijn idee heeft dus Kim Jones heeft gewoon Dior op de map gezet weer. Ja, daar ben ik het wel mee eens van. Maar ik vind dus dat Virgil bij Louis wel gewoon een beetje... Zeg maar, dat Virgil überhaupt bij Louis zit is wel nice. Maar bijvoorbeeld nu ook, wat echt net is geweest met die Pop Smoke shit. Weet je wel, dat album was... Ja, bro. Zo. Dat album, die albumcover. En ik had dat shirt wat hij had gemaakt. Stop the Violence stond er gewoon op. En dan een foto van Pop Smoke, dat was het. Gast, als je mij 10 minuten in Photoshop had gegeven, had ik nog niet creatiever. En ik ben ook wel voor die lo-fi design en zo. Maar ten eerste kan je Pop Smoke niet zo doen, maar ten tweede Virgil, ja, misschien ook niet, maar het is echt wel creatiever dan dat, weet je wel? Ik vind het wel. Ik moet zeggen dat Virgil wel. Virgil is wel een beetje lazy. Dat is gewoon een beetje lezen, maar hij heeft alles gebost, hij kan het flikken. Hij heeft wel coole dingen geïntroduceerd in Louis Vuitton, vind ik bijvoorbeeld die vierkante, weet je wel, gewoon echt die vierkante sidebags met zo'n chain als ketting, dat is natuurlijk al vaker gedaan vroeger en zo. Knal neon, geel, ja, neon. Ik vind het hard hoor. Ik vind het ook hard. Het hard. En bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie die deal hebben gezien, dat is echt zo'n leren jasje en dan die gewoon monogram al over. Maar en die grijze, die was grijze gekke, met die hele grote vakjes, dat vond ik grijze. Ja, en gewoon die harnasses. Kijk, het ding is dus, Virgil maakt heel veel harde shit, maar soms dan... Poelt hij gewoon bullshit. Soms dropt hij de bal zo hard. Ja, maar het doet me... Ja, bijvoorbeeld dat hij $50 had gedoneerd. Weet je. Een Virgil is nu ook gewoon een term, weet je wel? Gewoon keep it to Virgils. Keep it to Virgils, hè? Maar wat ik dus zou zeggen is... Hij is soms wel lui, maar hij doet me daarin een beetje denken aan Elon Musk. Elon Musk. Het is gewoon een wandelende meme. Ja, inderdaad. Maar Elon Musk is een genius. Een wandelende meme. Maar wel een genius. Ja, okay. Elon Musk is ander level genius dan Virgil. Maar allebei wel memes. Klopt, ja. Allebei legend. Maar Virgil is not going to Mars. Ja. Elon Musk. Dat weet je niet. Je weet niet wat die man allemaal gaat doen. Hij dropt gewoon pistjes op Mars, denk ik. Ja, maar ik respecteer zeg maar Virgil wel. Voor sommige dingen, maar sommige dingen ook niet. Zeg maar, bijvoorbeeld wat hij deed met de 10, weet je wel, dat is gewoon legendary. Ja. Dat is gewoon een guy met vet veel, met gewoon een goede... Goede connects. Het is hij is groot geworden. Ja, zijn team. Hij is stage gelopen bij Louis Vuitton. Ook bij Fendi, toch? Volgens mij wel, maar sowieso wel bij Louis. Of een guy die er hoog bij Louis zit of zo. Ja. Het is gewoon allemaal via. Maar wat vinden jullie dan van Matthew Williams naar Givenchy? Niet over te spreken. Weinig mening over. Weinig mening heb je daarover. Ik bedoel, Matthew vind ik heel vet. Wat ja man, ik denk dus dat het wel vet kan worden. Ik ben benieuwd hoe die integratie wordt. Hoeveel van Givenchy en hoeveel van Alix komt in. Ja, maar ik ben benieuwd. Ze hadden dus ook al foto's. Alleen foto's gepubliceerd dat hij er kwam. En die foto's waren wel een beetje soort van raar. Let me put a buckle on that bitch. Ja man, eigenlijk realer kan je niet zeggen man. Hij gaat gewoon waarschijnlijk wel bukkels erop gooien. Ja, dan is het weer klaar. Ja. Ik weet niet per se, want misschien doet hij wat zelf wat Mason Margiela ook deed bij... waar zat ze? Hermes zat het toch? Hermes, ja. Mm-hmm. Toen in plaats van alle deconstructed shit gingen zij gewoon full classics, nieuwe... gewoon andere silhouetten, maar nog steeds premium zoals Hermes dat dan doet. Okay. En ik zie Alex misschien ook wel gewoon gek shit poelen. Gewoon volledig daarin meegaan en kijken wat hij daaruit haalt uit die stijl of zo. Zou kunnen. Uit. Ik ben ja wel gewoon benieuwd wat er voort gaat komen. We zijn het allemaal. Ik denk dat we ook, boys, ik denk dat we bij deze podcast ook kunnen afsluiten. We hebben het echt heel goed gedaan. We hebben heel veel materiaal. Ja, applausje. Willen jullie nog wat kwijt? Volg me op Instagram @onnie.s. Ja man, @Jon. Nee, leuk voor mezelf. Nee, maar ik.
Ik vind het gewoon heel nice dat we dit op hebben kunnen zetten. Ik denk ook dat het niet iets is als een Nederlandse podcast over stijl, kleding, streetwear, whatever. Dat nee, totaal niet. Echt. Nee, anders wisten we het wel. Zeker. Dus ik hoop dat mensen die het zo lang hebben volgehouden dat ze nu nog kijken, dat jullie... Ook al aan het zwoeien. Dat was een lange zin. Ja, wij hebben wel heel lang gezeten. Wow. Hoe lang hebben we nu gezeten? Vanaf 8 uur ongeveer, toch? En het is nu... 2 barkie uur. Zo, 2 barkie uur. Ja, man. Nee, maar... Ja, thanks for listening. Hopelijk tot de volgende keer. Shout-out naar de man achter de schermen. Ja, shout-out naar de man achter de schermen. Ik maak even een pick-up van die guy die er nu bij zit. Dan gooien we die in de ding straks. Heel lekker. Nou jongens, tot de volgende keer. Hey, later.